Nou, een mooie update, nieuws, van mijn uh, kweekkamer. Want ik ben nu begonnen met irrigeren. Of wat er maar voor door mag gaan. Nou, dit wil lachen, man. Een uh, waterpartij. Het is nog steeds één grote bende, dat kan je wel zien. Allemaal nog weg. Uh, die kast heb ik ook nog. Dit is een potten, die bewaar ik dan om te gaan uh, whatever, stekken ofzo. En hier is al die materialen. Voor de irrigatie. Oh ja, heel handig. Heb ik gevonden nog? Had ik nog? Handig. Uh, wat is het? Touw. En dit, dit zijn die spruitstukjes. En die passen dan precies in dat slangetje. Staat allemaal nergens op. werk voor een meter. Dat ik het even weet. Maar ja. Dan weet je, Bas, als je het uitgeprobeerd hebt. Dit zijn mijn nieuwe ledlampen, die komen ook uit China of Azië, ongeveer 30 Watt per stuk dacht ik. Nou, dan loopt de elektra nog steeds. En dan gaan we nu naar de big project, de irrigatie. Jawel, dit is de waterpomp van Wim Kruidentuin, real life. <laughs> wat een gedoe, wat een gesodemieter. Het hele balkon zit onder het water, zie je dat? Jo, de water in de badkamer, die emmer lopen vullen en dan die, die pomp erin. Kijk, dit, dit gaat dus, dit is weer een tip van Wim, die buitenzetten. buiten zetten. Dus, nou, die staan nu buiten en mijn Peter Selye, die, die, uh, nou, die klaagt zo te zien niet. Hij mag wat voller, maar... Dan zien we dan alweer grote pot. Dit werkt helemaal voor geen meter. Dit is uh, mislukt project nummer X. Dat is koriander. Dat, ja, ik weet niet wat ik fout doe. Basilicum gaat geweldig. Die, potten, die twee potten daar links, die heb ik inmiddels weggegeven. Als cadeau. En dit groeit maar door. Dit heb ik. Drie stekjes, vier stekjes in één pot. Ik denk ik ga het anders aanpakken. Een hele volle battle for survival. Kijken wat het wordt. Nou je weet het niet, het is echt heel veel plankjes bij elkaar. Alles met een worteltje en dan een lekkere vochtige aarde. Zo vochtig, niet nat, maar vochtig klam, klam is het goede woord. De aarde moet klam zijn. En ik heb uh, die uitzending gehouden over dat watergeven. En dit gaat over de irrigatie, want ik wil graag regen. Nou, maar, Piri, waarom wil je regen? Nou, dat vind ik leuk. Gewoon lekker met water spelen. En dan heb ik dus verzonnen dat die, uh, die regendruppels, die komen dan onder die lampen natuurlijk. Hè? Anders krijg je kortsluiting. Te meer dat die dingen... Oh ja, dit is zo'n lekker plantje. Dit is mijn Thaise basilicum. Een heel andere smaak. Dat is lekker met uh, koolvis in een curry. basil. 22 juni. En het is, het is ongeveer een maand later. Van zaten? Is mijn machi, dat lijkt nog helemaal nergens op. Mag je erin? Nou, hij mag er wel in, maar uh, er gebeurt helemaal niks. Dus uh, mag je dan wel? Nou, dat mag hij helemaal niet. Hè. Ik weet niet wat het is. Het is moeilijk hoor, van zaad af. Je dus, uh, Moet een beetje mazzel hebben. Inmiddels heb ik mijn tweede stallage. Oh, oh dit is ook leuk. Dit is mijn tijm. En dit is de moederplant. Die doet het ook wel leuk, maar. Je moet misschien toch een nieuw potje hebben. Dat moet een hele grote, vette, volle struik worden. Misschien heeft hij dat, dat dingetje last van de schimmel. Dit zijn ook weer het Thaise basilicum. En die zijn ietsje kleiner, maar die, die komen er ook aan. Dit zijn ook uh, goeiertjes. Dat komt wel goed. En die tijm is ook niet slecht. Het is wat, hè? Dit is mijn dragon. Ik vind dragon zo lekker met kip, hè? Verse dragon. Dit is weer de Thaise basilicum. Die staan zo'n beetje... Dan zie je, die potjes staan zo'n beetje in het water. Dat is wel lekker, hoor. Dat er een beetje zo van onderaf... Uh, een soort sauna, zeg maar, hè? dan. Dampt het erin, maar niet dat, dat die wortels nat zijn. Oh ja, en dit is zaad, dat wist ik niet meer. Dus vandaar vraagteken. Maar het waren zaadjes, die vond ik. We zullen wel zien wat het wordt. Dit is weer een dragonnetje, die zit aan het kantje. Dit is heel schattig. Super, dit is mijn madame net. Kijk eens wat een monster. En dan deze, die vind ik dus zelf de allermooiste. Aller ik, ik ga even op de pauze doen. Ik moet even kijken hoor. Ik ga een stukje verder. Ja, zo kan je het denk ik goed zien. Dit is één zaadlijst. Dus ik heb één zaadlijst van de Madame Genet, van de organische marktkraam. Eén zaadlijst. In de grond gedaald. En dan sproeit het naar boven. Zie je dat? Allemaal plantjes. Dus gelijk een struik. En dit zijn afzonderlijke zaadjes. Dan krijg je dat. Hè? Maar zo'n zaadlijst, die komt ook in één keer uit. Dit is met bieslook. Die moet denk ik ook naar buiten. Ja, ik weet het niet. Maar. Anders dan stoppen we daarmee. En dan gaan we alleen nog maar pepers doen. Want dit groeit lekker, hè. Dit zijn mijn chilies. Zoals je ziet, die zijn uh, gechopt. Ge gepruned, gesnoeid. En dan maar hopen dat hij vrucht gaat dragen. Ik vind het zo mooi omdat hij scheef begonnen is. Nou, dit, dit moeten dan nieuwe plantjes worden, maar ik weet dit niet hoe je Dat zien we het dan wel weer. Dit is in ieder geval weer goed gelukt. Dit zijn de oude Madame Genet's. En. Uh, dit is deze zijn niet van de organische winkel. Die zijn van deze zijn van het Tannoa. Maar ah, dit zijn mooie planten. Hè? Prachtige bladeren. Die heb ik dus ook niet gesnoeid. Hè? Waarom? Uh, waarom zou je deze plant snoeien? Dan ben je gek. Lijkt mij... Ja, dit zijn weer de eendjes, of de stekjes van de gewone chili. Er komen nog geen wortels. Dat, is, dat baart me een beetje zorgen. Maar... We zien wel. En dit is dan de rest van de chili's, van de Tanoa. en die dragen vrucht. Dat, dat is bingo. Zie je dan? Nee, dat gaat goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meer dan 10, 20, 30 papers. Overal komen ze. Hè? En die leuke bloemetjes. Ik heb geen flauw idee hoe dit zich gaat ontwikkelen. Hè? Dit is voor het eerst van mijn leven dat ik dit zie. Hè? Ik heb al zoveel papers gegeten. Een peperkorrel samengemaald. Maar ik heb nooit gezien hoe ze tot stand kwamen. Een lekkere grote potten. Nou, dit is dan de irrigatie versie 1. Het is toch wel een aardig idee, vind je niet? Dus, uh, het dwarsbalkjes en dan tie wraps en dan zo, uh, en dan sproeien, sproeien, sproeien. Ja, je begrijpt het. het. Het zit niet stom in elkaar. Absoluut niet. Het lijkt heus ergens op. Het enige punt is dat het niet werkt. Dus... Aan het idee ligt het niet. <laughs> het werkt gewoon niet. <laughs> en ik heb nu al een idee hoe het dan verbeterd moet gaan kunnen worden. En dat gaan we dan ook wel doen. Maar eerst ben ik. Uh, ja, mijn aarde is op. En mijn potten zijn op. Iets verder nog. Mooi ziet. Ja, dit is wel mooi uit. Kijk, mijn potten die zijn ook op. En mijn aarde is op. Dus ja, dan kan je wel een leuke stellage hebben. Met beregening en allemaal leuke lampen. Maar als je geen potten hebt en geen aarde. Ja, wat wil je dan? Ja. Dus daar gaan we nu eerst maar aan werken. En over die irrigatie. Wat ik zelf denk is dat die dunne slangetjes, dat is no go niet goed. Er moet meer een soort van regen worden. Een soort druppelaar ofzo. En dan een half uur druppelen voordat de zon opgaat. En dan als de zon uitgaat, dan gaan we weer een half uurtje druppelen. En voor de rest moeten die planten het maar bekijken. Ik denk dat ik dat wil. En dan met die dikke slangen maar. Want helemaal aan het begin had ik dan dit geprobeerd. Dat kan het natuurlijk nog steeds wel. Zo'n tuinslang met aan het uiteinde. Oh, aan het uiteinde. Oh. Aan het uiteinde hier. Zie je dat? Kan ik een klikje opgeven? Hier dus. Zo'n sproeistukje erin. Nou, dat kan helpen. En dan kan dat, dat tussenstuk hier, dat kan er tussenuit. Want het hele punt is, is dat die pomp die. Ja, die pomp niet heel hard. Die kan niet echt sproeien. Of die pomp moet schoongemaakt worden. Dat kan ook nog. Dat daar iets mee is. Maar los daarvan, denk ik, ja, kijk, uh, die tuinslang. Die, dat tussenkoppelstuk heb je helemaal niet nodig. Het is allemaal fratserij. Een stuk slang moet eruit komen. Ik moet T-stukken hebben. En van die sproeiertjes. Zoiets, dat wil ik. En dan die slang er maar helemaal doorheen manoeuvreren. Op het einde dan een... Gewoon ingewikkeld. Je, je moet op het einde dan afsluiten, natuurlijk, want anders is een stramptje woning vol met water. Maar op het einde moet je hem dichtknijpen. Of op het einde leid je hem terug in die emmer met daartussen dit ding. Het moet ook kunnen werken. Kom zo. Leuk hè al die planten. Ik ben er al voorbij denk ik. De kraan. Ik heb zo'n kraan gekocht van Gardena. En die dan op het uiteinde. Dat als je de kraan dicht draait dan krijg je maximale sproei. En als je hem openzet, dan gaat hij alleen maar een beetje in de rondte pompen. Dat is handig voor de winter. Dan hoef je in de winter de tijdklok niet bij te regelen. Dan doe je alleen de kraan een beetje dicht. Open, bedoel ik. Ja, kom op. Waar zit die kraan nou? Ah, ja, je kent hem wel, zo'n Gardena-kraan. Zit die dan hier verderop? Die heb ik wel goed gemonteerd, vond ik. Met die tie-wraps. Hier, ja. Ik probeer me te herinneren waar het, het moment was dat ik even bij die kraan stilsta. Hij moet toch hier ergens zijn? Maar leuk hè naar al die planten te kijken. Ja, ja, daar was die. Kijk hier. Hé, dit ding dus. Ik denk dat ik deze niet van plek ga veranderen. Uh, prima, uh, uh, regelaar En dan twee keer een half uur per etmaal is uh, het uh, sproeien. Ja, dat gelukt lukken. En dan wil ik rechts in die kamer, tegen de muur. Dat kan je zo laten zien. Dat kan je hier nog wel zien, hè. hier rechts is het helemaal leeg. Daar wordt het ook nog helemaal vol. En hier links kan ik niet gek veel meer meer. Dat is jammer. Ja, maar goed, dat is het einde van de. Ja, ik zou eventueel zou ik nog. Op de onderste verdieping. Uh, ook iets met lampen kunnen gaan doen. Voor de zaadjes te kweken of zo. dat kan natuurlijk ook. Die moet je heel laag aanstralen. En... Maar ja, waarom? Ik wil nu wel wat meer met de vensterbank. Want Ik... dat zonlicht speelt toch een grote rol. Dat elektra is leuk voor erbij en het zonlicht is toch de de belangrijkste. Dus tja, dat wordt een beetje dan dubbel. Oh ja, en die gordijnen moeten weg. in elk geval is die, die rare stoel van mijn dochter is weg. En de bureaustoeltje is weg. En, nou, rare stoel, dat is een lekkere stoel. Maar ja, nou, dat, dat is een ding waar je niks in hebt. Dus, maar die, die zijn al nou weg. Dat wil zeggen, ze staan beneden in de box. Maar die staan genomineerd om weg te zijn. Ze zijn weg uit de kweekkamer. Tof, hè? Dat is vooruitgang, hè? Progressie. Uh, dat vind ik ook leuk, hoor. En jij ook. En rechts zie ik voor mij een hele batterij met citroengas en bamboe. misschien dat ik mijn balkon nog wel op ga offeren aan de bamboe. Ik vind het zo lekker, hè, bamboe. En ik heb van de week, zullen nou we te weten, eergisteren of gisteren, heb ik uh, twee uh, planten uit mijn kweekkamer weggegeven. En daar voor die ene plant heb ik een dingetje druiven voor teruggekregen. Ik had liever een nieuw potje gewild. Maar ik ga komende vrijdag een enorme batterij potjes... ...ofwel direct halen bij de Praxis. Dat is toch Frans of niet, hè? Praxis? Bij de Praxis. Of ik ga ze bestellen bij de Praxis. Daar zijn ze 50 cent per potje. Kijk, dan ga je praten over de prijs van een... Uh, Mooie basilicum plant. Kostprijs. Dan kan ik die uh, basilicum schuiven voor. Moet ik even gaan rekenen. Maar? En dan reken ik niks voor mijn eigen inspanning. Want het is alleen mijn hobby. En dan, kost me dan, dan heb je drie uh, liter aarde heb je nodig. En die aarde, nou die koop ik dan per 40 liter. Dan moet je even rekenen. Zoveel aan euro aan aarde, zoveel euro aan potje. En de basilicum zit erin, met van die lekkere grote blaadjes. Nou, dan kom je toch wel eens een beetje op een prijs van een Albert Heijn hoor. Maar dan heb je wel een uh, basierlijke plant. Hè? Voor het leven. Maar ja, jij hebt misschien niet zoveel licht. Nou, dan moet je hem helemaal kaal vreten. En dan kom je terug met je lege potje. En dan krijg je je statiegeld terug. Nou. Je mag ook als je de eerste keer uh, komt, dan uh, neem je een potje mee. Iets van 16 centimeter en dan 20 centimeter hoog. Met konijntjes of olifantjes of een scheur erin. Maakt niet uit. Als het maar een potje is, met een gat in de bodem. En van plastic. Ik zie er wel wat in. Ook die mensen over de vloer. Ja, mama zei dat ik moest even basilicum halen bij u. En hier heeft u, uh, nou ja, 1,50 euro. Of 1 euro, dat zou ook moeten kunnen. Ik moet even gaan rekenen met die aarde. Dat kan je nekken hoor. Ik ben momenteel zelf aan het composteren. Ja, dat helpt, hè. Natuurlijk. Organisch afval, dat gaat bij mij niet in de vuilnisbak ik zonde gaat in de compostbak en we rotten. De lokale vliegers zijn er erg blij mee, heb ik uh, gemerkt. Sommigen denken dan ook dat ze ook binnen mogen komen en daar vergissen ze zich in. Maar, maar dat is uh, vergissen is ook menselijk, dus ja, dat is wel grappig, toch? Dit kan jij ook doen. Dit kost je helemaal geen drol. Alleen die irrigatie, hoe moet ik dat nou sexy oplossen? Zo lekker moist en vochtig. en een pfff, pfff. Ik denk toch een steviger pompen. Ai. En die pompen zijn duur. Dat is... Maar moet ik maar weer even gaan vragen aan Wim Kruidentuin. Die, die begint waarschijnlijk weer te lachen. En die zegt, jij stadje. En dan komt hij met een of ander heel praktische ding. En dat, dat kost dan niks. Maar dan moet je wel weer 100 kilometer gaan rijden. Maar dat is dan weer leuk. Want dan kan je koffie drinken bij de benzinepomp. Langs de snelweg. En dan gaan we het hebben over Aarans zeeslag. Of, zo. of uh, Siepke virusma, Wat hij nou weer heeft gezegd in Conspiracyland. En dit vind ik meer to the point. Meer een... Een vorm van humor in het bestaan. Want je bestaat wel. Oké. Okay. En het is toch grappig. En ik hoor iedereen al de zoveel zoemen. Ja, maar hoe zit het dan met uh, hashish? Uh, ga je dat ook doen? Nou, eerst ga ik tabak onder controle krijgen. Het lijkt mij uh, lucratief hoor. Misschien kan ik wel zo ver gaan dat ik ook een stuk van mijn studio uh, ga opheffen. Ik, ik zit nou in zo'n. Uh, ja, daar kan je dus mensen ontvangen en zo. Hè? Met een Turkenbank. En ik denk, nou, die hele Turkenbank, weg. Er gaan ook alle gordijnen aan. aan de, die gaan er ook allemaal weg. En dan maken we alleen maar planten. Als uitgangspunt dan. Hè, je kan het niet rabbiaard doorvoeren. Maar als ongeveer een gedachte van. Nou, het zou kunnen. Allemaal planten. Geen gordijnen, maar planten. Laat maar groeien. En dan heb je natuurlijk die factor... Ja, dan, dan wordt het heel vochtig. En dan denk je, ja, dat is niet echt waar. En als je actief bevochtigt... en je ventileert goed... en dat moet voor de planten ook. En als je rookt... en momenteel rook ik weer even... En dan moet je ook ventileren. Dan goed ventileren. Dan is dat water ook zo weg. Hmm. Dus het kan wel... En ik ik, ik. ik wil zoiets. Eigenlijk wil ik, hè? Dat als je aankomt lopen bij de Rode en dat mensen zich afvragen waar woont Perry, en dan zeg je, ja, nee, daar waar al, al die groene spruiten naar, boven, naar buiten spuiten, buiten spuiten. Dat is die bamboe van Perry. Ja, die eet hij altijd. Ja, je verkoopt die ook hoor aan kleine kinderen. Hè? Komen kleine kinderen, kleine kinderen. Komen kleine kinderen. met Piri bellen ze aan. En de buren hebben er last van, man. Oh, weer kleine kinderen die aanbellen. Die zeggen, man, mogen we bamboe? En dan krijgen die kinderen verse bamboe mee en een plastic zakje. De groet aan je moeder. Kan ze nog steeds zo goed koken? Ja. Mama kan heel goed koken, maar moet wel verse bamboe. Nou, je weet waar je het aan kan. Hè? En dat kan iedereen doen. Ja, ik hou van bamboe en seree, citroengras, basilicum, pepers. En gember. En gember lijkt. Dat, 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 dat kan ik nog niet. Nou, lijkt me ook wel een beetje een grote plant, maar ja. Oh. Een knoflook zou ik ook willen kunnen. En Een bosui. Bosuien moet ik kunnen. Dus ik ben er geen sukkel. Ja toch? Ik had wel bosuien laten groeien. Waarom koop je bosuien bij de Albert de Een Bosuien, hele bosuien. En van die kleine praatjes bijvoorbeeld. Van die mini praatjes. Je koopt allemaal van die loerenzummer praatjes. En waarom niet van die kleine praatjes? Lekker klein praatje erin. Ja, het is een geweldig recept. Ik ga het opbouwen hoor. Maar een geweldig recept is. Hè? Heb je nodig. Twee eieren. Olie of boter. Of allebei. En dan doen we het ei. Uh, eerst een beetje. Uh, de, de pan heel klein beetje warm. Heel klein beetje maar hoor. En dan die eieren erin. En dan mag je kiezen of je spiegel wil. Of dat je klasklas klas wil. Dus uh, gebroken, gebroken dooier. Dan moet je kiezen. Heel zachtjes, heel zachtjes. En we hebben van tevoren klaargemaakt met de kleine meid samen. Hè? Een heel klein pretje. Eentje. Nog hele dunne ringetjes. Echt super dun. En die strooien er overheen. En waarom is dat zo lekker? Nou, die prei die komt van Perry. Tenminste, hoe Perry zei dat je het moest doen: dat je altijd een lekker preetje hebt voor een lekker eitje. Lekker, jongen. Ja, maar zo'n rauwe preien, is dat niet heel overheersend qua Nou, het gaat eerst nog op het eitje en dan kan je eventueel het dekseltje er bovenop doen, maar prei is rauw. tegen het rauwe aan erg lekker. en dan zelf gekweekt, snap je? en dat kan iedereen doen. tenminste, ik kan het nog niet, maar geef mij de tijd en. Uh... Ik weet het wel tot uh, mislukken te doen. En dan weer uh, het wat uh, van te maken. En vervolgens zeggen: oké, okay, dat kan ik dus niet. Maar ik kan wel basilicum. Basilicum kan ik. Basilicum heeft voor mij geen geheimen meer. Zo'n uh, potje van 16 centimeter wordt hij ontzettend blij. En goede aarde. Ik ga even rekenen aan die uh, aardeprijs. Wat dat nou precies kost. En dan weet ik ook wat een, uh, een plantje basilicum kost. Zijn we er ook achter? En nu ga ik een druivenmilkshake maken. Van de druiven die ik gekregen heb voor mijn potje basilicum. Oh, zei die vrouw. Eet is het niet gewoon. Ik zeg nee. Ik maak er een milkshake van. Oh, zei die vrouw. Ik kan niet tegen melk. Ik zeg nou, dat is tamelijk natuurlijk. Kijk, uh, melk, dat is voor uh, kleine kinderen. Hè? Maar ik vind het af en toe heel lekker. Ik heb een druivenmilkshake verdiend met... Uh, Basilicum, kweek, kweek en teelt. En nou jullie nog. En ik sta echt te popelen om mijn eerste sambal te gaan verkopen. Want oh, dat wordt er een, jongen. Maar eerst die pepers en dan de rest. We willen herrie en kerry met Perry. Maar dan moeten we wel eerst genoeg herrie hebben. En kerry. Tot de volgende. Doei.